Zondagochtend moest de brandweerzone Zuidoost afdeling Herasbergen en Nienhoven naar buiten voor een uitslaande woningbrand op de Oude Steenweg in Herasbergen. Burgemeester Guido de Pat en brandweerkapitein Tom van Esbroek. Wel rond 3:30 deze nacht hebben we een oproep gekregen van een uitslaande brand in de Oude Steenweg hier in Herasbergen. Twee woningen, zoals u ziet, zijn ernstig getroffen. Ze hebben 3 mensen moeten afvoeren naar het ziekenhuis, waarvan 2 bevangen door de rook. Dus een ernstige situatie die natuurlijk opvolging vergde, omdat hier in een straat zit waar kleinere huizen al aan elkaar gesloten zitten en het risico op overslaan van de brand van de ene naar de andere woning was natuurlijk niet ondenkbaar. Dus onze mensen waren zeer vlug ter plaatse. Hoe moet het nu verder met de buurtbewoners? Kunnen die terug rustig naar huis gaan? Wel, we hebben opvang voorzien natuurlijk in dergelijke gevallen. Ik wacht nu af of de mensen eventueel bij familie terecht kunnen. Als dat niet het geval is, gaan we ze zelf een huisvesting geven. Gelukkig hebben de bewoners zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Die zijn wel afgevoerd preventief voor controle naar ziekenhuis. De brand was vrij complex. Aanpalende woning en de woning daarnaast zijn eveneens aangetast. Er is heel wat schade. Ook een brandweerman die licht gewond is, die hebben we laten afvoeren, ook preventief. Maar het was een complexe opdracht. Enig idee hoe de brand is ontstaan? Totaal niet. Ik heb er geen zicht op. En ik kan ook zeggen dat er een branddeskundige is aangesteld. Dus we wachten ook op nieuws daarover. Om 3:15 ongeveer heb ik een pataat gehoord. Ik dacht dat ze ons kieten waren. En ik ben beneden gekomen. En ik heb mijn broek gedaan, ik heb mijn deur opengetrokken en ik zag dat de vlammen, ik heb iemand horen roepen, help, water. En ik heb mijn deur opengedaan, ik heb nog 3 emmers water gegoten, maar het was te laat, de vuur spost door de venster. En ik mocht niet, ondertussen de politie toekomen en mocht het nummer helpen. Ja. Dat is gedaan. Ja. Maar die jongen zit in een rolstoel en ze hebben hem kunnen uithalen, maar ik weet niet hoe, wie dat er hem uithaalt, die weten niet. Ja. Maar ja, kijk. En die jongen, RFN, hebben ze weggevoerd met de ambulance. Die hebben ze er ook uitgehaald. Ik had iemand doorroepen, help, Lenka, help, brand. Maar het was te laat. Hoe moet het nu met u verder? Ja, bij mij is er veel waterschade in mijn huis. Maar wat er moet verder gaan. Misschien maak ik straks in mijn huis, ik weet het niet. We zullen zien wat er gaat gebeuren, ik weet het niet. Heb jij soms een idee hoe de brand is ontstaan? Nee, dat kan niet zijn. Ik leg in mijn bed en ik heb een patat gehoord. Boom. Ik zei, wat er gebeurd is. Ik dacht, dat is ons kieten waren. Met meer weet ik niet. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.